Vandaag zal er een extra crisisoverleg plaatsvinden en de verwachting is dat er in Nederland een zogenaamde harde lockdown zal gelden tot en met 19 januari. Veel niet-essentiële winkels, theaters en musea zullen de deuren moeten sluiten. Wat vinden de Tilburgers van deze maatregel? Het is niet fijn, maar het moet. Nou, ik vind het misselijk. Maar het is niet anders. Perfect. Ja, het gaat niet goed, dus ik snap dat het kabinet moet iets doen. Dit is natuurlijk, ik werk zelf in de zorg, ik heb gezien hoe het in het ziekenhuis aan toe gaat. Ja, het is gewoon niet leuk, dus er moet gewoon wel iets gebeuren. Nou, dan hadden ze het een tijdje geleden al moeten doen. Ik vind het veel te lang duren dat het nou pas gaat gebeuren, dus dat had voor mij al wel mogen gebeuren. Wat ik vind van een harde lockdown, ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Maar ik denk dat iedereen het verschrikkelijk vindt. Ik heb zelf inmiddels corona gehad. Bij mij viel het echt heel erg mee. Dus dan ga je toch denken van, is het dan nodig om daar zo'n heel land voor op slot te doen? Maar aan de andere kant denk je natuurlijk ook aan de mensen die wat kwetsbaarder zijn. Ja, ik denk alles op slot weer. Horeca, gym, winkels. Dus ik denk dat mensen nou nog de laatste paar koopjes willen gaan doen. En dan houdt het op, denk ik. Ik denk dat het echt moeilijk gaat worden voor veel mensen. Ze hadden wel, vooral ik. Ik ben niet van Nederland, dus voor mij gaat het moeilijk worden, omdat ik kan niet terug naar mijn oorspronkelijke land, maar ik moet hier blijven. Maar ik had wel plannen, wel met de coronamaatregelen, maar ja, het gaat moeilijk worden, weet je? Nou ja, wat ik ervan vind, ik denk hetzelfde als iedereen. Iedereen vindt het vervelend natuurlijk, want iedereen wil zijn kerstinkopen doen en ook voor nieuwjaar vast klaar zijn. Dus ik denk dat het gewoon heel erg vervelend is. Ja, ik vind dat terecht, maar het is voor de mensen die een eigen zaak hebben of zo, is het natuurlijk al vervelend. Die verdienen nu niks en kost allemaal geld, hè, de panden, de huur. Ja, ik denk dat het gewoon erop gaat lijken wat ze in Duitsland nu doen. Gewoon alles dicht, scholen dicht, winkels dicht, H&M, Ikea, dat soort dingen dicht. Wat ik ook wel ergens terecht vind hoor, want ik denk het is daar drukker dan in het museum. Dus dat verwacht ik. En ik kan me daar ook wel een beetje in verplaatsen dat dat is wat nu nodig is. Ja. Alles dicht. Dat is het beste. Want iedereen doet maar iets. Wat ik denk dat er gaat sluiten? Ik denk heel veel winkels. Nu is de Kruidvat nog open, de Ethos, wat kies je, de Snipes, alles, al die winkeltjes zijn gewoon nog open. Ik denk dat die winkels misschien wel zullen sluiten. Ik denk misschien de sportscholen ook. Ik denk gewoon echt de basis, primaire behoeften zoals de supermarkten, apotheken, dat zal natuurlijk altijd open blijven. Maar ik denk dat er nog wel wat meer gaat sluiten dan nu. Als de niet-essentiële winkels dichtgaan, dus bijvoorbeeld de kledingwinkels, et cetera, noem maar op. Het zal voor veel ondernemers ook een financiële strop zijn natuurlijk. Dus ja, heel vervelend. Ja, de winkels gaan dicht denk ik, sowieso, de middelbare scholen. En dat is sowieso wel slim om die dicht te gooien, want daar zitten heel veel mensen bij elkaar natuurlijk. Ja, misschien dat de opleidingen open blijven, maar de rest, alles dicht. Ja, want er gebeurt natuurlijk, het is drukker dan zaterdag vandaag hier in de stad. Dus iedereen gaat natuurlijk nu even nog gauw de stad in. Ja, ik ben benieuwd of mensen zich eraan gaan houden. Het is, we doen het al vanaf maart. Voor mensen is natuurlijk de rek er ook een beetje uit. Het is kerst en oud en nieuw. Dus ik betwijfel een beetje of iedereen zich eraan gaat houden. Maar ik denk wel... dat het draagvlak ook wel groter wordt naarmate alle besmettingen aan het oplopen zijn. Als het goed is, zou men meer thuis moeten blijven en alleen maar voor het eten naar buiten gaan. Maar of dat wordt, dat is altijd weer te betwijfelen. Niet iedereen luistert zo braaf. Ja, mijn vriend zei, ik ga even naar de stad. En toen dacht ik, ik ga mee. Want dadelijk, ik wil eigenlijk nog laarzen en ik wil nog van alles. En dat kan straks niet meer misschien. Dus ja, dat is wel de reden waarom ik hier nu nog ben. Ja.